Weg met corruptie. Onder ede vals verklaren. Ja, het draait zich niet eens om. Een man uit Amsterdam krijgt een gebied van Amsterdamse politiebureaus. Hij viel herhaaldelijk agenten lastig door ze te filmen en de video's te posten met negatief commentaar. We nooit meer terug. Wij verbalisanten verzoeken nadrukkelijk om de vervolging ter zake wederspannigheid door de verdachte. Meneer verdachte, geboren naam. Waarvan door ons is opgemaakt dit proces verbaal dat wij sloten en ondertekenden te Amsterdam 17 november 2020 Brian B. Johannes V. Jullie zijn criminelen. Ik pis op je verklaring. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet. De verklaring is zo malafide, zo dubieus, zo frauduleus. Ik heb tegen ze gezegd, kom, we gaan dan naar die beelden kijken. Ze hebben mij hier gedwongen om me uit te kleden. Ja. En hij zegt, tot aan zijn onderbroek. En dat klopt niet. Dat ik mijzelf heb uitgekleed tot aan mijn onderbroek, daar klopt helemaal niks van. Ja, moesten ze me maar binnen niet uitkleden. Je collega's hebben het verpest voor jou. Meneer, ik vind het echt heel jammer dat u hier voor deze deur staat. Wie bent u? Wilt u zich legitimeren? Ja, ik ben een teamchef, ben ik kids van dit bureau. Oh, dat is heel jammer. Collega Brian de B heeft afgelopen weekend hier voor de deur mij gedokst. Dat is het opnoemen van persoonsgegevens en naam, adres, geboortedatum. Dat heeft hij 30 keer gedaan. Dat is hij ook aan het doen, meneer? Nee, helemaal niet. Oh, waar woont u dan? Dan ga ik het doen. Vertel waar u woont, dan ga ik het doen. Kijk, rijdt u door rood. Hij noemt naam, achternaam. Ah, lekker. Zag je dat? Hij reed keihard door rood. Zonder reden. Het verkeer staat nog stil. En de rest? Brian de Bruin, AML 073. Je reed net door rood. Je reed net door rood, daar. Maar daar zit je meteen weer binnen, dat weet je. Ga je me weer uitkleden? 27. Ik ga alles bliepen. Brein. Waarschijnlijk woont hij in Hoofddorp. Loop even door. Jij reed door rood. Kijk hem. Doxing. Reden? Nee. Kijken, we zijn niet live. We gaan alles knippen en plakken. Daarom rent hij weg. Doxing. Je reed door rood, jij. En dan zeg je tegen mij dat ik weg moet gaan. Mevrouw Paard. Ik weet niet hoe je heet en ik wil ook niet weten hoe je heet. Anders gaat je naam spoken in mijn hoofd. Rare agent. Waar ben je mee bezig? Ik heb het aangehouden. Jullie verstoppen jullie.
Jullie verstoppen jullie privégegevens. Jullie krijgen een nummertje op Instagram. Helpen? Jullie hebben me hier binnen uitgekleed. Zullen we naar het beeldmateriaal kijken? Zullen we naar het beeldmateriaal van 17 november kijken? Welke help? Welke hulp aanbod? Jullie laten me hier aanhouden? Welk? Ik kom jou filmen. Ik kom jullie corrupte agenten filmen. U bent de teamchef. Wat is uw naam? Nogmaals. Wie is jullie districtchef? Waar is de heer Chris Koers? Wie is de nieuwe districtchef? Willen jullie niet over hebben, hè? Ik vraag of ik u kan helpen. Jij bent in dienst. Meneer, ik moet weer verder. Niet nep doen. Jullie hebben me binnen uitgekleed, vernederd, mishandeld. Kom, we gaan naar... Nee, dat heeft niet plaatsgevonden, hè? Jij bent ook corrupt. Wegwezen. Corrupte figuur, mishandeld. Ze hebben mij hier opzettelijk aangehouden. Jullie wilden over mij liegen. Jullie wilden mij benadelen. Stelletje grappenmakers.